Yo mensen, Jurassic hier en welkom bij weer een nieuwe complay hier op mijn kanaal Jurassic Gaming. Op de afgelopen gameplay ben ik in een team net een spotje gekomen op map Hijack, terwijl het een playing game was. Je ziet, ons team heeft 14 kills, het enemy team heeft 18 kills en het potje is al 2 minuten bezig. Dus ik dacht hier, oké, een playing game, nou leuk, ik ga gewoon het potje proberen te winnen. Maar ik gim me toch even bezig, jongen, holy shit. Mijn eindscore ga ik nog niet verklappen, dat zul je zo meteen te zien krijgen. Ik speel met de MSMC, ik heb er Fast Max op staan, zodat je lekker snel kan reloaden. En hier ging ik dood, omdat ik dacht dat die ene enemy al dood was, alleen dat was die helaas nog niet. Probeerde ik nog een C4 te gooien, maar ik was helaas al uitgeschakeld. Dus ik kon hem niet meer laten ontploffen. En ik kon sowieso met die C4 niet meer gooien. Maar toen dacht ik, ik heb de UAV binnen. Als jij een UAV hebt in Black Ops 2 en de enemies gebruiken geen ghost, gaat die UAV beast. Maar dan ook echt gewoon beast. Dat ding, je kan iedereen ermee zien. Je kan iedereen er gewoon mee killen. En je kan ze backreap, et cetera, et cetera. Maar wat ik chill vind aan deze gameplay op de achtergrond, is ik blijf erop afrennen en ik blijf zoveel mogelijk enemies killen en dat lukt onder andere wel. Hier kreeg ik een granaat op mijn kop, dat was ook weer een beetje een jammere dead, maar hier ging ik beest. Ik gooide die in mijn lightning strike en toen dacht ik, oké, ik gooi hem gewoon in de spawn, wat je altijd moet doen. En in één keer, bam, multi-kill met mijn lightning strike, huppatee. Ik had dus mijn nieuwe UAV nog staan, roep ik mijn nieuwe UAV weer in. Weet ik weer precies waar ze staan, zie voor je erbij ging helaas mis, want ja, je kan niet altijd zo'n dingetje raak gooien. Maar dit zijn echt gewoon potjes, die wil je halen in Call of Duty, het maakt niet uit of jij heel erg goed gaat in zo'n potje. Maar het gaat erom dat jij eventjes een gevoel krijgt van, holy shit, dit is epic. En dat is het Call of Duty gevoel wat je in elke Call of Duty terug wil zien. Gewoon het gevoel van, holy shit, epic shit, fuck je, yeah, ik ben de baas, ik ga goed, ik ben pro, weet ik veel wat allemaal. Dat soort gevoelens wil je hebben. In Modern Warfare 3 kreeg je dat door bijvoorbeeld de mol op te halen. In Black Ops 2 kreeg je dat door gewoon echt heel veel kills te maken in een hele korte tijd. Modern Warfare 2 was het bij de nuke. Bij Black Ops 1 was het gewoon door middel van een 100 plus score te halen. Of door middel van je chopper te halen. Of door middel van gewoon echt beest te gaan. En dat is gewoon hoe jij Call of Duty wil gaan spelen. En dat maakt het ook gewoon zo dat jij steeds weer terugkomt. Hier gooi ik bijvoorbeeld weer mijn nieuwe leiding neer. En in één keer krijg ik gewoon weer huppatee. Een triple kill ermee. En door dit soort potjes. Door dit soort echt actievolle fucking vette potjes. Kom jij elke tijd en elke dag gewoon weer terug om Call of Duty te gaan spelen. Het maakt niet uit welke Call of Duty je speelt, maar je komt steeds gewoon weer terug. En het is niet zo dat jij gewoon jarenlang geen Call of Duty kan spelen. Als jij dit gevoel hebt. Als jij dit gevoel hebt, wil je gewoon nog een potje spelen. Heb je dan weer dat gevoel, wil je nog een potje spelen. En die adrenaline, die moet je dus ook gewoon elke keer weer terugkrijgen als je een spel speelt. En daardoor stop je ook steeds je cd'tje er weer in. En ga je bijvoorbeeld geen andere spellen spelen zoals FIFA. Althans, misschien wel, maar niet de hele dag zoals je Call of Duty kan spelen. En dat vind ik gewoon vet aan Call of Duty. En dat vind ik gewoon vet aan het Call of Duty gevoel. Dat heb je bij geen enkele andere shooter. En mochten jullie nu van dit soort potjes willen zien waar ik echt gewoon beest ga na een tijdje, laat dan eventjes weten door middel van een duimpje omhoog, mensen. Want bij de 1000 likes wil ik vaak dit soort gameplays gaan uploaden die echt heel erg snel gaan. Waarin ik binnen de 3 minuten iets van 40, 50 kills maak. In een team deathmatch potje, in een domination potje, in een groundwork potje, weet ik veel wat allemaal. Want dat zijn echt gewoon de potjes die je wil hebben op Call of Duty en die je wil uploaden op YouTube zelf. Dus laat even je duimpje omhoog achter, dat helpt mij enorm. En hier is het potje er alweer bijna op. Ik heb hier nog de AN94 van de grond afgepakt. Kill ik deze persoon nog die ik hier zie zitten. Reload ik eventjes snel, kill ik die persoon nog. Zie ik er een op mijn Blackbird, turn ik hem om en hoppatee, heb ik de final kill hem. Echt een perfect potje en mijn eindscore zoals je kan zien is, nou ja, je krijgt het niet te zien, maar mijn eindscore is 41-2. In 3 minuten in een team deathmatch potje, zonder ook maar overpowered scorestreaks aan te hebben staan. Dus ik zou zeggen, holy shit, dit zijn fucking vette potjes om te spelen. Dus bedankt voor het kijken. 42-2, kill death ratio van 21 binnen de 3 minuten. Tot de volgende keer weer en bye bye.